Bij het volksprotest van 24 maart zal niet alleen de politie gereed staan om de orde te handhaven. Justitieminister Kenneth Amoksi herhaalde vandaag dat de veiligheid gegarandeerd is en de samenleving niet hoeft te vrezen dat het mis zal gaan wat betreft ordehandhaving. De concentratie is niet alleen op Paramaribo, sowieso kritische infrastructuur. Dan denk ik aan nutsbedrijven, SWM, IBS. Ik denk bijvoorbeeld aan het Stuwmeer. Maar in ieder geval kritische infrastructuur wordt beschermd. Dus ook bijvoorbeeld de malls. Er zijn speciale plekken waarvan we hebben geleerd dat ze target kunnen zijn. Die plekken worden beveiligd. En natuurlijk ook de binnenstad. Soundtrucks bij het protest zijn verboden, omdat op 17 februari zaken zouden zijn gebeurd die niet door de beugel kunnen en werden veroorzaakt door de soundtruck. Het feit dat er bijvoorbeeld is ingereden op mensen is naar zeggen van Amoksi onacceptabel. Er is voldoende materiaal voor de manschappen om hun werk te doen, zegt Amoksi. Er is een misconceptie bij de gemeenschap. Zaken als traangas, pepperspray, zijn gewoon PSU voor de politie en veiligheidsdiensten. Het zijn zaken waarmee je moet uitrusten. Dus wanneer ze worden aangeschaft. Kijk bijvoorbeeld wanneer we zeggen van we begeleiden acties. Dan moet je als veiligheidsdienst, veiligheidsinstituut, je moet dingen hebben. Als het bijvoorbeeld uit de hand dreigt te lopen, dan moet je deze dingen in staat zijn om deze zaken in te zetten. Maar mensen brengen het in een ander context, maar dat is het. De politie zal samenwerken met Defensie, het Korps Penitentiaire Ambtenaren en de Beveiliging en Bijstanddienst om orde en rust te garanderen. Amoksi merkt op dat er morgen persoonlijke uitrusting uit Nederland aankomt voor politiepersoneel.